Zo, dat is ongeveer 3-4 maanden later. Ik heb vandaag voor jullie eindelijk deel 2 van de verhuisvlog. Ik heb best nog wel zitten twijfelen of ik deze video moest plaatsen. Verhuisvlog deel 2. Verhuisvlog deel 1 is echt al 3-4 maanden geleden zoiets online gekomen. Maar ik kreeg er nog steeds dagelijkse vragen over van wanneer komt deel 2, wanneer komt deel 2. Dus ik dacht, weet je, we gaan hem gewoon een beetje in elkaar flansen en we gaan hem gewoon online zetten. Ik ben namelijk best wel wat beelden kwijt van de verhuisvlog. Ik heb nog wel wat beelden. Maar dat was helaas niet genoeg om een hele video mee te vullen. Dus ik dacht, ik ga jullie toch gewoon die beelden laten zien. En dan sluiten we deze video af met een house tour waar ook alles van is en zo. Dan zien jullie gelijk hoe heel het huis eruit ziet. Waar alle items van zijn, waar alle spullen van zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, nog niet het hele huis is helemaal af. We willen nog hier op de muur, willen we nog een spiegel. Die spiegels hebben we wel besteld. We gaan die spiegel zelf maken. Dus daar moeten we eventjes tijd voor vinden om dat te gaan doen. De gordijnen moeten nog ingekort worden. In de kledingkamer moeten de gordijnen nog opgehangen worden. Maar verder is in principe het huis zo goed als af eigenlijk. Dus daar heb ik heel veel zin in om jullie dat te laten zien. Maar we gaan eerst kijken naar de beelden van de verhuisdag. Dat we alles hierheen gingen verhuizen. Daar hebben we nog wat beelden van, dus daar gaan we nu naar kijken. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe verhuisvlog. Vandaag is het de dag dat wij echt gaan verhuizen. Dat we echt alle grote spullen gaan overbrengen. Hier is nog mijn matras al. Mijn bed moet alleen nog uit elkaar gehaald worden. Mijn kast is helemaal uit elkaar gehaald. Hier staat mijn make-up kast, zeg maar, waar ik altijd alle verzorgingsdingen en zo in bewaar. Beneden staat er heel veel. Mijn nieuwe dekbed hangt daar te drogen. Zodat die lekker fris om mijn nieuwe bed kan. Nou, nieuw bed. Gewoon om mijn bed. Hier staan allemaal spullen. Allemaal dozen met kleding. Onderdelen van mijn kast nog en zo. Milan die komt hier zo meteen heen met een hele grote bus. Hij is eerst met die bus Dagmar een nieuw bed halen. Want Dagmar heeft een nieuw bed bij hem gekocht. Dan gaat hij langs Dagmar om Dagmar haar spulletjes op te halen. En dan komt hij hierheen om mijn spullen op te halen. En dan gaan we naar het nieuwe huis. En dan gaan we daar alles neerzetten. En ik heb er echt super veel zin in. Ik denk dat deze dag heel chaotisch gaat worden. Dus sorry alvast als er geen pijl op te trekken is. Maar ik heb er wel heel veel zin in. En morgen gaan we dan gewoon een beetje alles in elkaar zetten. Ik denk dat we daar vandaag geen zin meer in hebben. Dus morgen een beetje alles in elkaar zetten. Maandag gaan we het hele huis schoonmaken. En dan als het goed is komt na het weekend komen de meubels voor de woonkamer. Donderdag ga ik de hele keuken met mijn moeder schoonmaken. Dus het begint dan echt een beetje een huis te worden en af te raken. Dus ik heb er echt mega veel zin in. Volgens mij gaan we morgenavond ook voor het eerst samen slapen. Dus dat is ook echt heel leuk. Nou, ondertussen heb ik niks gefilmd. Maar alles staat wel. We hebben alles verhuisd. Iedereen heeft geholpen. Echt super lief. Ik heb met mijn vader de kasten in elkaar gezet. Dagmar heeft de keuken met haar moeder en vader een beetje schoongemaakt. Maar ik zal eventjes een beetje mijn kamer laten zien. Het is natuurlijk nog niet af. Er komen ook nog meubels. Maar dit is in ieder geval alles wat ik vanaf mijn vaders huis heb meegenomen. En de rest wat ik zeg maar besteld heb of nog komt van de IKEA komt 4 februari. Maar dit wordt mijn kamer. En Dagmar die heeft ook, die heeft wel eigenlijk bijna al haar meubels al, toch? Ja, eigenlijk wel. Zo. Daar is mijn crib. Welkom to my crib. Make-up tafeltje. Oh, zo ziet het er ook heel leuk uit. Ja? Kijk. Oh ja. Leuk hè. En dan haar bed. Dagmar heeft een nieuw bed. Leuk. Ja, ik vind hem in het echt mooier dan op de foto, moet ik je zeggen. Ik ook. Dat is maar goed dat het niet andersom was. Lekker bedje. Bureautje. Ja, alles moet nog een plekje. Ja, en die schouw vind ik ook leuk. Ja. Je moet even kijken wat je dan met je nachtkastje gaat doen eigenlijk trouwens. Ja, ik kan er niet naast nemen. Nou, geen nachtkastje gebruikt ook niet. Op zich vindt hij, staat hij daar ook wel grappig. Ja. Kom altijd nog ergens anders neergooien. Ja. Leuke postertjes. Oh, en de kledingkamer, jongens. Ja, niet te vergeten. Tadaa! De kasten die staan er, maar we hebben dus bij de IKEA hebben we nog 2 van die malmkasten, of zo heet dat. Zijn 3 ladenkasten, daar hebben we er 2 van. Dus nog 6 lades komen hier dan te staan. Maar het komt ook 4 februari pas binnen. En dan weer hier gaan we waarschijnlijk iets van een spiegel. Of misschien een wasmand. Lekker kleed nog hier in het midden. En volgende week na het weekend komen de meubels voor de woonkamer. Dus daar hebben we ook heel veel zin in. Oké, toen waren we dus verhuisd. En zijn we er eigenlijk bijna direct ingegaan. We hadden nog 0 meubels. Maar we wilden hier gewoon heel erg gaan slapen. En toen ongeveer 2 weken later, denk ik dat het was, 3 weken later, kwam er een bestelling binnen van Bijboe. We hadden een samenwerking met hun, hebben een samenwerking met hun. We hebben echt een onwijs mooie eettafel, mooie eetstoelen van hun gekregen, spiegels. Dus dat zijn de beelden waar jullie nu naar gaan kijken. Dat is dat we al onze mooie meubels van Bijboe gaan unboxen. Oh, ik zie er echt niet uit. Ik hoop niet. Het is vandaag
dinsdag de 26e. En er zijn net meubels bezorgd van bij Boe. Dat hebben we allemaal gekregen van hun. Hier zit een hele grote eettafel in. We hebben 4 eetstoelen. Een heel mooi kleed hebben we. En we hebben kussentjes. Dus dat gaan we nu openmaken. En dat gaan we allemaal neerzetten. Oh my god. Oh. Poh, wat een ding, hè? Mooi. Echt een mooie kleur. Jezus. Oh, dat is echt prachtig. Ja, hè? Ze zijn nog mooier in het echt. Ja. Ze zijn gelukkig niet zo overdreven Barbie rolls. Deze zo slecht. Zo. En dan alleen op onderkant. Nee, ik zou hem andersom leggen. Nee. Ze doen ze zo mooi. Kijk nou. Lijkt wel een kont zo. Kijk. Echt mooi. Want ze hebben ook zwarte poten. Ja, bij die tafel. Hou aan de bovenkant vast. Oké, jongens. Alles staat. En het waren echt mega veel kussens die we hebben gekregen. Maar we zijn er echt heel blij mee. Ik ga het even laten zien. Kijk. Dit is de eettafel. Met deze mooie stoelen. En dan op iedere stoel hebben we nu ook een kussen neergezet. Omdat we toch kussens genoeg hebben. Zo. En dan hebben we bij de IKEA nog een dienblad besteld voor hierop. En dan kunnen we leuke kaarsen of misschien een vaas met mooie bloemen of zo neerzetten. Ja, anders is het zo leeg misschien. Ja, sowieso. Misschien 2 posters nog daarboven, hadden we het er net over. En dit is het kleed. Echt, oh my god. Hij is wel... op de foto was hij wel wat meer wit. Hij is wel wat meer beige, maar dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind het ook wel leuk. Staat wel met die kussentjes. Ja, dan daar zo die... Ik vind die kleur ook op de muur heel mooi met die kussentjes. Ja. We hebben ook allemaal onze eigen mok. Ja, echt heel leuk dit. Oh! Ja, en dan hier... Oh ja, deze spiegel hebben we ook. Maar die komt op de gang. Kijk, die kun je dan zeg maar zo uitklappen. Heel gaaf. En hier gaan we nog zelf een spiegel maken om hier neer te zetten. Toch, aan deze kant? Misschien nog een vaas met pluimen of zo. Ja, leuk. Dus dat waren alle filmpjes die ik nog over had. Ik zei al van tevoren, het waren er niet zoveel. Maar dat betekent dat het nu tijd is voor de... house tour. Zoals ik al zei, het huis is nog niet helemaal af. In de vorige verhuisvlog heb je een empty house tour kunnen zien. Ik zal die video trouwens nog wel eventjes in de beschrijving linken voor als je het over bent vergeten in de afgelopen 4 maanden. Wat ik heel goed kan begrijpen. Kan je nog eventjes opnieuw kijken als je dat leuk vindt. Maar daarin deden we dus een empty house tour. En dit is een gevulde house tour. Nu alle meubels staan erin. Eigenlijk is het huis precies zoals we zouden willen. Het enige wat we nog willen opknappen en wat we leuk willen maken is het balkon. Het wordt nu natuurlijk ook weer wat warmer buiten. Dus dan willen we dat ook graag snel doen. We hebben een cadeaubon gekregen van Xenos. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dus die gaan we binnenkort opknappen. Maar laten we nu maar snel beginnen met de house tour. Dagmar is helaas niet thuis, dus ze kan mij niet filmen. Dus ik ga het zelf filmen. Ik hoop dat jullie dat niet heel erg vinden of zo. Maar oké, ik ga je nu omdraaien. Als eerst heb je hier onze voordeur met onze mooie IKEA deurmat. En heb je hier dus een soort van... klein halletje. We wilden eigenlijk hier nog allemaal foto's op gaan hangen met vriendinnen en zo. Ik weet niet of we dat nog gaan doen, maar het zou wel leuk zijn. En als je dan hier het halletje binnenkomt, kan je naar rechts of naar links. En dan gaan we eerst even naar rechts, want hier zit dus onze kledingkamer. Het is nu een beetje tegenlicht. Ja, we hebben gewoon het geluk dat we een extra kamer hebben. Echt super, super chill. Ik zal eerst even deze kant laten zien. Dus allereerst hebben we hier deze kast staan van de IKEA. Dit gedeelte is van Dagmar, dit gedeelte is van mij. En hier zit gewoon ons ondergoed in. Bikinis, sportkleding, slaapkleding, dat soort dingen. En dan hebben we hier een klein rekje staan. Die is van Xenos.
En daar hebben we onze tasjes aan hangen. Of althans een paar tasjes. Nou, hier liggen allemaal dingetjes op. Deze van Dagmar. Zo'n bakje van Dagmar. Er zitten volgens mij allemaal riemen in en zo. Dit. We hebben dus gordijnen van de IKEA. Of van die rolgordijnen om hier op te hangen. Maar die moeten we nog eventjes ophangen. Dus dat komt hier nog. En dan hebben we hier heel erg leuk dit Dior bankje. Die heb ik zelf gemaakt. Die stond eigenlijk eerst in mijn kamer. Maar die hebben we nu hier neergezet. Want ik heb in mijn kamer een ander bankje. Ja, dit is nog wel een beetje drama. We hebben hier vier van die doven staan. En hier zitten eigenlijk alle korte broekjes, rokjes en zomertopjes in. We willen misschien nog wel een extra kast. Maar op zich, we hebben ook zoiets van ja, het werkt op deze manier ook prima. Het ziet er misschien een beetje rommelig uit. Maar voor ons zit er wel een systeem in. Nu is er wel een en ander wat opgegooid. Dus het ziet er iets rommeliger uit. Maar ja, we twijfelen gewoon nog een beetje of we hier nog een extra kast voor willen, ja of nee. Want we hebben al best wel veel kasten. Dit is onze hoekkast. Dit is de pakskast van IKEA. En ja, het is niet heel erg opgeruimd, maar ik zal het wel even laten zien. Even kijken, hier hangen allemaal jassen. Laat trouwens weten of jullie het leuk zouden vinden als ik een video maak over hoe ik deze kast helemaal opruim. Want dat kan die wel gebruiken. We hebben echt veel te veel kleding. Althans, ik heb veel te veel kleding. En dan hebben we hier nog een deur. En dan hebben we hier eigenlijk allemaal truien liggen. Daarboven liggen nog truien. En hier hangen dan jurkjes en blousjes. Dus dat is een beetje onze kledingkast. Ik ga er niet te veel van laten zien voor eventueel nog een aparte video. Dus laat even weten in de reacties of jullie dat leuk zouden vinden. Nou, dan als we de kamer uitlopen, hebben we hier dus die hele gang waar ik het over had. Nou, hier heb je gewoon een deur. En daar staat een stofzuiger, de dweil, kruimeldief. Allemaal een beetje dit soort handig dingetjes. Dus dat is niet heel interessant. En dan heb je hier het gat naar onze woonkamer en eetkamer. Waar we echt mega blij mee zijn. Nou, als allereerst hebben we dit hoekje. Daar is dus hier een muur geplaatst. Dat heb je als het goed is in de eerste verhuisvlog kunnen zien. En hier hebben we een beetje ons eethoekje van gemaakt. Die ronde tafel past er echt perfect in. De ronde tafel, de kussens en de stoelen komen dus allemaal van bij Boe. Ik zal een linkje ervan trouwens wel eventjes in de beschrijving zetten. Maar hier zijn we echt intens blij mee. We hebben hier een leuk plateauotje van Xenos met wat kaars van Xenos. Deze lamp hebben we van Rome gekregen, is ook van de Xenos, superleuk. En dan hebben we hierboven een aantal Decennio posters hangen met gouden lijsten. Die vonden we wel heel erg leuk. Dus dit is een beetje ons eethoekje. Ja, wij zijn er echt heel erg blij mee. Een ronde tafel past ook echt perfect in dit hoekje, zeg maar. Dus ja, echt mega chill. En dan hier heb je nog een, ja, een geheime kast. En ik moet eerlijk zeggen dat dit echt een rotzootje is. Maar dit is een beetje onze voorraadkast. We hebben hier drank, hoe noem je dit? Boodschappentassen, wc-papier. Nou, hier staan dus nog dingetjes. Een kapstok bijvoorbeeld, die moeten we nog ophangen. Hier hebben we de spiegel staan waar ik het er straks over had. En verder staat hier gewoon snoep, eten, kaarsjes, dat soort dingen. Dus dit is eigenlijk een beetje onze etensvoorraadkast. Dan als je hiernaast komt, hebben we hier een haard. Deze doet het helaas niet, maar ik vind het wel echt super leuk en knus staan of zo. Met deze mooie spiegel erop. Deze spiegel komt dus ook weer van bij Boe. En zijn we echt enorm blij mee. Ook echt zo'n mooie gouden kleur. Ik vind deze spiegel echt heel erg leuk. En dan hebben we hier in het hoekje nog drie kaarsen staan. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eventjes niet weet waar deze kaarsen vandaan komen. Maar die twee houdertjes, deze zijn van Doing Goods. En deze is van Xenos. Nou, dan liggen hier twee coronatesten. Je kan maar altijd beter voor de zekerheid een paar testen in huis hebben. Voor het geval dat je het nodig hebt. Dus dat ligt hier. Dan hebben we hier eigenlijk een mandje altijd liggen met onze huissleutel, scootersleutel, mondkapje. Dus gewoon een beetje het sleutelbakje. En dan daarnaast staat nog deze Rosé Lemonade. Gewoon omdat we dat er leuk uit vinden zien. Dus dit is onze schouw. En dan gaan we hier door naar deze mooie gouden vaas met al deze pluimen erin. Die pluimen komen van Xenos en die vaas komt van de Quantum. Dan staat hier zo onze mooie tijgerlamp. En zoals je ziet is die net iets te kort, het snoertje. Deze bal die is ook echt super leuk. Zal ik hem even aanzetten. Kijk. De bal komt dus van de Action. En deze tijgerlamp is van de Xenos. We hebben hier nog een leuke Boeddha staan op ons tv-meubel. De tv-meubel hebben we gekregen van mijn vader. Dus het oude tv-meubel van bij mijn vader thuis. Die had de nieuwe.
En ja, toen mochten wij deze hebben. Echt super chill. TV'tje, spiegeltje, vaasje. Volgens mij komt dit allebei van de Jisk, maar ik weet het niet zeker. En dan als je deze kastjes openmaakt, ligt hier nog behang in. Want we willen dus heel erg graag onze wc behangen. Hebben we alleen nog geen tijd voor gevonden en geen zin voor gevonden. Maar dit is heel erg leuk flamingo behang. Dat zal ik dan wel een keertje in de weekvlog laten zien als we dat gaan doen. Zatdoekjes, tijdschrift, kaarsjes. Gewoon allemaal troep eigenlijk. En dan heb je nog deze. En hier zitten onze kleedjes in voor lekker op de bank 's avonds. Dan hebben we deze lamp. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet waar die vandaan komt. Die hebben we vandaag maar door moeder gekregen. En dan als je daarnaast gaat, heb je ons raamkozijn. Het is een beetje tegenlicht, dus je ziet het niet heel goed. Ik zal het even van hier laten zien. En dit zijn onze gordijnen van de IKEA. Echt heel erg blij mee. We hadden eerst andere gordijnen, maar die waren echt niet wat we hadden verwacht. En deze vinden we wel echt heel erg mooi. Beetje taupe, heel licht beige-achtig. Alleen ze zijn dus nog wel te lang, dus we moeten ze nog eventjes laten inkorten. Maar hier zijn we in ieder geval wel heel erg blij mee. We hebben hier wat leuke plantjes staan. Nou, nog een gordijn natuurlijk. En dan heb je hier onze heerlijke bank. Echt, ik vind dit echt zo'n lekkere bank. En gewoon een heerlijk plekje in het huis. De bank hebben we dus via Facebook gekocht voor maar 100 euro. Echt geen geld voor een hoekbank. En dit kleedje komt van de Action. Super lekker zacht kleedje. En we dachten dat is wel leuk om hier neer te leggen. Dan wordt het allemaal ietsjes lichter. Want de bank is best wel donker. Als we echt een nieuwe bank hadden gekocht, hadden we denk ik geen grijs gekozen of donkergrijs. Maar uiteindelijk vond ik het toch best wel leuk hier staan in het huis. Dan dit heerlijke kleed. Die is dus ook van bij Boel. Hebben we ook van hun gekregen. Ik weet niet. Ik vind de kleed bij de bank gewoon echt heel erg leuk. En lekker knus staan. Dus ik ben heel erg blij dat wij ook zo'n lekker kleed hebben. Hij is ook lekker hoogpollig of zo noem je dat volgens mij. Nou, in ieder geval heel lekker kleed. Dan zou je wel denken, hebben jullie geen normale tafel? Maar dit was eerst een tafel. Alleen helaas zijn de pootjes eronder afgebroken. Dus we zijn nog op zoek naar een nieuwe tafel. Maar we weten nog niet echt wat we leuk vinden. Of dat we deze opnieuw willen kopen. Dus we hebben het nu eigenlijk gewoon een beetje als dienblad op de grond liggen. En het dienblad wat daarop staat komt volgens mij van de Jisk. Met allemaal kaars van Action en IKEA en zo. Dan verder op de bank hebben we allemaal leuke kussentjes. Allemaal een beetje beige en roze. Die roze komen dus weer van Baiboe vandaan. Deze is van de H&M. Die is van de IKEA. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet meer weet waar deze vandaan is. Die is ook weer van de IKEA en die is ook weer van Baiboe. Dus dit is een beetje onze woonkamer. En hiernaast komt dan nog een grote spiegel. Een zwarte grote spiegel. Maar die gaan we dus zelf maken. Dus dat duurt nog wel eventjes. Nou, dan gaan we weer naar de gang toe. Met alle 20.000 deuren. Dan hebben we hier een kast. Ja, daar staat eigenlijk allemaal... ja, verhuiszooi. Niet echt interessant. We komen ook nooit in deze kast. Dan hebben we hier nog een hele chille opbergruimte. Hier heb ik mijn oude dekbed staan. Die is voor mijn broertje. Die moet ik eventjes langsbrengen binnenkort. Maar je zet eventjes hier. Dan hebben we hier al onze gespaarde flessen. Het was met gereedschap. Daar nog meer flessen allemaal. Strijkplank. En nog allemaal schoenen. En hier hebben we altijd tasjes hangen voor als we bijvoorbeeld boodschappen ook gaan doen of zo. Dan de deur ernaast. En dat is onze badkamer. Onze badkamer is niet heel groot. Dit is als eerst het wasmeubel ding. Ja, hoe noem je dit? Geen idee. Er ligt allemaal troep in. En hieronder liggen allemaal schone handdoeken. Prullenbakje daar in het hoekje. Verder is onze wasbak of onze badkamer gewoon best wel simpel en clean. Hier ook nog een lampje. Je ziet het niet heel goed, maar daar zit ook nog een lamp. Dan hebben we hier een, hoe noem je dit, een radiator volgens mij. Hangen we altijd ons handdoek aan op, dag maar de badjas hangt er nu ook bij. Dan hebben we hier onze wasmand. Deze theedoeken zijn een beetje nat, daarom leggen ze er eventjes op en niet erin, anders gaat het heel erg stinken. Ja, hebben we een wasmachine, wasmandje, zo meteen lekker wasje doen. En dit is onze douche. Je kan hem dus inklappen, waardoor de douche dus ruimer lijkt, zeg maar. Als je aan het douchen bent, moet je de deuren zeg maar zo doen. Zo, maar dan kan je natuurlijk niet wassen. Dus als we gaan wassen, dan klappen we de douche altijd in. Maar dit is onze douche, gewoon echt heel simpel. We hebben dit rek hier hangen. Van de Action met al onze shampoo spulletjes en zo erin. Zodat het niet zo vies op de grond hoeft te staan. Dus ja, dat is eigenlijk onze
badkamer. Kijk, nu kan je hier veel makkelijker bij. Dus dat is de badkamer. En als je de badkamer uitloopt, heb je daar tegenover gelijk een deur. En dat is de deur naar de dagbordenkamer. Ik mocht van haar filmen, maar ik moest erbij zeggen dat het niet 100% klaar is. En dat het ook, ja, net zoals mijn kamer, er moesten gewoon nog wat dingetjes gebeuren. Maar dit is in ieder geval Dagmar haar kamer. Dagmar heeft echt een teringrote kamer. Maar goed, allereerst heb je hier een hele grote, dat is zeg maar het muurtje die er ook aan de andere kant is ingezet. Dan heeft zij precies dezelfde vaas van de kwanten met leuke pampasgras erin van de Xenos. Dit is dus nog iets wat dus nog niet helemaal klaar is. Want ze wil heel deze wand, wil ze allemaal van dit soort spiegels gaan ophangen. Maar ze moet er nog eventjes een paar verzamelen. Maar in ieder geval deze spiegels, volgens mij komt deze van de Jisk, dacht ik. En die, ik heb echt oprecht geen idee. Maar op deze hele muur boven die schouw wil ze dus nog allemaal spiegels gaan doen. Ze heeft ook zo'n mooie schouw in de kamer. Dan de bed. Deze drie kussentjes komen ook weer van bij Boe. En er dekbed overtrek. Ik zou het niet weten, maar bij de H&M heb je een gelijk soort. De mijne is van de H&M. En Dagmar heeft ook echt een heel erg mooi beige bed. Ik heb heel lang getwijfeld of ik ook dit bed wilde. Maar ik heb toch mijn eigen bed gehouden van mijn ouders. Maar echt super mooi bed. En dan heeft ze hier een soort van make-up hoekje. Deze make-up tafel is van de IKEA. Net zoals deze kast en deze lampen volgens mij ook. Heel erg chill met opmaken. En dan heeft ze hier gewoon een ladekast met allemaal beauty producten en zo erin. Dan heeft ze hier zo'n mooie, ja, hoe noem je dit? Versiering hangen. Die heeft ze van Hella gekregen. Super leuk ook. En Dagmar die zit nog op het HBO. Die studeert. Dus die heeft ook een lekker groot bureautje. Dat heeft ze wel nodig. Met erboven een paar Decennio posters. Dagmar heeft aan haar kamer ook een klein balkonnetje. Heeft een klein tuinsetje neergezet. Van de Jis komt die. Dan heeft ze hier ook nog een hele mooie stoel staan. Ja, je ziet het niet zo goed, een beetje tegenlicht. Maar het is dus zo'n mooie oud roze kleur. Zo'n schelpenstoel. Heeft ze dan hier zo onder die plankjes staan. Super leuk. En dan wil ze hier nog een spiegel plaatsen. Alleen die had ze bij de Jisk gezien. Alleen die was uitverkocht. Dus daar wacht ze nog op. Maar hier komt dus nog een spiegel. Een lange staande spiegel. Met haar nachtkastje ernaast. Oh ja, en haar hele leuke lamp. Deze lamp komt volgens mij ook van de Jisk. En dat is dus een beetje Dagmar haar kamer. Ik zal nog even goed laten zien. Zo, Dagmar de kamer is echt heel groot. Maar het wordt wel echt steeds meer een kamer, een gezellige kamer. Nou, dan was dit de deur van de badkamer. Dan heb je hier de deur naar de wc. Pas de wc is niet heel boeiend. Ik denk dat niemand zijn wc heel boeiend. Maar gewoon handdoekje en badmat komen van de H&M. Dit komt ook van de H&M. We hebben hier heel leuk bakje staan waar we onze tampons in bewaren. En verder is het gewoon een hele basic wc. Zo. Dan naast de wc heb je de deur naar mijn kamer. Dit is mijn kamer. Waarschijnlijk hebben jullie dit wel in vlogs gezien en zo. Maar ik ben echt super blij met mijn kamer. Als allereerst, als je naast de deur komt, hier hangt de tasje ook even terug moet brengen. Maar heb ik hier deze tas van Chloe en Dior staan. Eigenlijk wil ik ergens in mijn kamer nog een plankje ophangen waar ik dat leuk op kan zetten. Maar voor nu staat het eventjes hier. Dan heb je hier een soort van nisje in mijn kamer. En hier weet ik nog niet zo goed wat ik mee wil doen. Ik had dus deze stang besteld. Maar zoals je ziet past die helaas niet. Dus die stang gaat weer weg. Maar voor nu hangt hier wel eventjes gewoon kleding aan en mijn badjas en zo. Maar ik denk dat ik hier dus op deze houten latjes twee plankjes wil leggen. Dat ik daar twee planken heb. Dat ik er heel mooi al mijn tassen op kan uitstallen en al mijn hoedjes en zo. En dan daaronder heb ik gewoon mijn schoenenrek. Dit schoenenrek komt ook van de Jisk. En ik ben echt super blij mee. Hij past ook echt perfect hier tussen. En mijn schoenen stonden echt eerst overal en nergens. Maar ja, mijn mooie schoenen wil ik gewoon toch wel een mooi plekje geven. Dus die staan allemaal hier. Dan hiernaast heb ik nog wat strandtassen, grote Nunobakes en dat soort dingen. Dan heb ik net zoals Dagmar dit make-up tafeltje van de IKEA. Met daaronder dit krukje van de Action. Hij was eerst met een bruine onderkant, maar ik heb hem dus zelf gespoten. Wat ik echt super leuk eruit vind zien. En hier zijn gewoon allemaal een beetje mijn verzorgingsdingen. Of hier zitten mijn verzorgingsproducten in. Hier mijn make-up producten die ik dagelijks gebruik. Wat klemmen. Deze lamp is van de Leen Bakker. Dan heb ik hier allemaal gewoon een beetje mooie producten staan. Wat ik leuk vond om neer te zetten.
heb ik hier een plateau. Oh, trouwens, dit plateautje is van de H&M. Daar krijg ik wel eens vraag naar. Dit plateautje is van de Bijenkorf. En daar heb ik allemaal parfum op staan. Dan heb ik hier twee van die bakjes voor mijn kwasten. Deze bakjes komen ook van de H&M. En dan dit kandelaartje. Die komt van Jisk. Met deze mooie kaars. Ik weet niet meer waar deze van zijn. Maar echt, de kleur is echt prachtig. En in dit ladekastje zit allemaal make-up. Dan daarnaast heb ik een mand staan van de IKEA. Daar zitten gewoon allemaal strandtassen en zo in. Van die, hoe noem je dat? Van die canvas tasjes en zo. En dan heb ik hier mijn heerlijke kleed. Voor de mensen die hem al langer volgen, die weten dat het kleed uit Scheveningen kwam. Ik heb met Milan een tijdje in Scheveningen gewoond. En daar hadden we dit kleed en die mocht ik meenemen. Super lekker, want ik vind het echt heerlijk om een kleed te hebben naast mijn bed. Want dit is mijn bed. Het is van de IKEA van hout met van die leuke, hoe noem je dit? Geen idee. Gewoon een leuk houtbed. Hij is wel echt wel heel oud. Ze hebben hem ook niet meer bij de IKEA. Ik heb trouwens een 1,40 bed. Ik zat te twijfelen om een nieuwe te kopen in een 1,60. Maar dan kwam die ook weer tot hier. En ik dacht, 1,40 vind ik op zich ook wel prima. Dus ik heb lekker een 1,40 bed. Mijn dekbed overtrek. Deze mooie lichtroze kleur komt van de H&M Home. Net zoals dit kussen komt ook van de H&M Home. En dit beige kleed komt van de IKEA. Dan, het is jammer dat je zoveel tegenlicht hebt. Maar daar zie je een beetje mijn gordijnen hangen. Die zijn lichtgrijs. En ik heb dus ook een balkonnetje. Alleen mijn bed staat ervoor omdat ik ook zo meteen via een andere weg naar het balkon kan. Maar dat zal ik zo meteen wel laten zien. Dan heb ik hier een verwarming met wat mooie doosjes erop. Dit is moederdag cadeautje, dus dit moet ik eventjes bewaren. En dan daarnaast heb je deze grote kast. Hier zitten allemaal, sjaaltjes en zonnebrillen in. Hier zitten allemaal haarspullen in. Verzorgingsproducten. Dus dit is echt een beetje een verzorgingsla met alle troep die ik heb en zo. Maar als jullie daar een keertje een aparte video van willen zien, opruimvideo, laat maar eventjes weten. Lijkt me wel leuk. Dan wat erop staat, ben ik echt verliefd op. Deze moet eigenlijk weg. Maar kijk even hoe leuk dit eruit ziet. Ik ben zo blij hiermee. Echt heel erg leuk vind ik dit eruit zien. Deze vind ik ook heel erg leuk. Alleen ik vind hem niet leuk hierbij. Dus ik moet er nog even een ander plekje voor vinden. Maar in ieder geval zijn deze kaarsen van de Candle Bar. Dit is van de Action. Die ook. Die is van de H&M Ibiza. En deze twee weet ik eventjes niet meer van welke webshop die waren. Maar ik vind ze wel echt heel erg leuk. Spiegeltjes ook van de H&M Home. En dan daarnaast heb ik nog mijn pluimen staan. Deze pluimen komen ook weer van de Xenos. En deze vaas is van Westwing. Dan heb ik hiernaast mijn spiegel. Daar krijg ik heel vaak de vraag naar. Maar deze spiegel is gewoon van de IKEA. Ze hebben hem ook in het zwart. Vroeger stond hij bij mijn ouders beneden, maar toen mocht ik hem hebben. En daar ben ik nog steeds heel erg blij mee. Ik hou echt van zo'n grote spiegel in mijn kamer. Jezus, wat een leuke video. Maar we gaan door. We zijn bijna klaar. Als je mijn kamer dan weer uitloopt, heb je hier weer de lange gang. En dan heb je hier als laatste de keuken. Hier mijn prullenbak. We hebben gewoon best wel veel ruimte in de koelkast. Gewoon een normale koelkast. Vriezertje. En dan hebben we hier ons mooiste aanwinst. En dat is de airfryer. Die had ik toen al van mijn opa en oma gekregen. Dus die heb ik lekker meegenomen. Waterkokertje. En verder is het gewoon, het zou niet een keuken zijn die ik zelf zou kiezen als ik een koophuis had. Maar dit is natuurlijk een huurhuis. Dus verder is het gewoon echt een prima keuken. Hier hebben we allemaal voorraad nog. Hier hebben we allemaal bekers en glazen. Hier staan al onze borden. En hier hebben we nog dingen zoals peper, zout, thee en dat soort dingen. Lekker gasfornuisje. En dan hebben we hier de deur naar het balkon. Die ik nu even niet open krijg. Ik laat wel even via het raampje zien. Maar dit is ons balkon. En hier willen we dus nog wat leuks mee gaan doen. En dit is dus de deur waarmee je naar mijn balkon zeg maar ook kan. Dus ja. Dit was dan de verhuisvlog en de house tour in 1. Sorry dat het niet een echte verhuisvlog is.
Maar in die 4 maanden tijd ben ik gewoon echt super veel beelden kwijtgeraakt. Echt mijn eigendom beschuld. Super zonde ook. Ik hoop dat jullie het toch nog leuk vonden. Voor de laatste dingetjes zou ik jullie wel gewoon meenemen in mijn weekvlog. Zoals die spiegel maken, gordijnen ophangen, wc behangen en zo. Dus dat zou ik allemaal wel meenemen in mijn weekvlogs. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vond je het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En me te volgen op Instagram. Zou ik echt super leuk vinden. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!